Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn Ali en Nelly en wij staan op kustpark Egmond aan de Zee. Nou, Ali is een koffietje aan het maken. Aan het draaien. Ik ben aan het malen, koffiebonen aan het malen. Ik heb trouwens nu de koffiebonenmaler op stand 1 gezet. Waarom? Geen idee. Oh. We hebben hem altijd op standaard op 6 gezet, maar ik dacht we gaan hem nu een keer op 1 zetten. Dan wordt het fijner. Ja. Wat is hij aan het doen? Hij is aan het spelen met knijper. Oh. Valt mij dat het nog niet op de grond ligt. Hij vindt het volgens mij hartstikke leuk hier. Ja, dat denk ik ook. Ja, nou, we zijn allebei al gedoucht. We hebben het ontbijtje al op. Ja, wat zijn we ver, meid. Ja, nou ja, het is ook al 11 uur, hè. Dus het werd ook al tijd voor een koffietje. Ja, dat is waar. Het is lekker weertje, het zonnetje schijnt weer. Ja, nou, we gaan er zo meteen lekker op uit. Ja. We gaan lekker naar Egmond, zo. Op de fiets? Ja, misschien kunnen we even fietsen inderdaad, maar we kunnen er ook lopend naartoe. Super dichtbij, dus we gaan even zien. We gaan het even bekijken. We kunnen ook lopen door de duinen. Ja, ook een goed idee. Ook leuk. Ja. Maar we nemen jullie mee, het kan nog alle kanten op. Ja. Nou, volgens mij heb ik wel genoeg koffie zo. Nee. Kijk, nu duurt het natuurlijk ook veel langer, hè? Als je het fijner maalt. Het is nu heel fijn. Maar dan duurt het ook langer voordat je al alle koffiebonen hebt gemalen. Ja. Nou, succes nog even dan. Ja, ik ben nog even bezig. Nou, deze maling is echt fijn, joh. Kijk dan. Oh ja. Oh, nou, hij moet dat niet opeten. Nee, toch? Nou, volgens mij eet hij het niet op, maar niet doen. Mag niet. Hij moet toch alles opeten? Maar wat had jij net opgezocht op internet? Nou, ik wist wel dat fijne en grove maling, dat sterkteverschil was. Maar ik wist niet precies wat nu slapper was en sterker. Fijn is dus sterker. Ja. Ja. Maar ja, dan hadden we er misschien ook iets minder koffie in moeten doen. Kijk, ik heb hem nu niet doen. Ik heb hem nu ook tot aan de rand gevuld. Ja. Nou ja, we proberen het gewoon even. Mm-hmm. Weet je, anders doen we er gewoon iets meer melk bij, toch? Ja, ik vind wel lekker sterke koffie, dus. Ja, ik ook. Maar ja, het moet natuurlijk niet te sterk zijn. Maar ik ben dus wel even iets langer bezig geweest met deze maling. Ja. Maar dat maakt niet uit. Want hij stond nu op 1. Dan heb je ook wat te doen. Ja, ik heb niks te doen hier. En normaal gesproken op 6. Ja, dat is wel een aanzienlijk verschil. We gaan van 6 naar 1. Ja. Coco. Doe niet zo streng, joh. Ja, nou. Als, weet je, dat doet hij wel eens vaker. Dan gaat hij helemaal met zijn hoofd in mijn theemok thuis. En dan komt er stoom en dan verbrandt hij hem. En dan schreeuwt hij. Ja. En elke keer weer doen. Koffietje. Oh, lekker. Doe voor mij wat extra melk bij. Het ruikt sterker, hè? Ja. Ja, hij proeft het even voor. Dit doet hij thuis eigenlijk niet met de koffie. Nou, ik ben even de afwas aan het doen. Even maar hier, dan kan ik het gelijk opruimen. Dat vind ik wel prettig. Ik zit er net naar te kijken, ja. Zie jij überhaupt wel iets? Ali heeft mijn haar gedaan vanmorgen. Daar ben ik heel blij mee. Hey, daar was ik echt heel blij mee. Kijk. Ik heb het even gekruld. Ja, thuis. Gekruld. Naar binnen gekruld. Ja, kijk, thuis heb ik natuurlijk een spiegeltje achter een spiegel. En dan kan ik zien wat ik doe en wat ik gedaan heb. Maar dat is, op de camping is dat allemaal wat lastiger. Nou kunnen jullie allemaal zeggen, neem een spiegel mee, meid. Maar die heb ik dus niet mee. Ja, we hebben een klein spiegeltje, maar niet om zo... Je kan ook gewoon even naar het sanitair gebouw. Ja, maar dan heb je ook alleen een spiegel voor je. Maar ik was blij met je hulp. Mag je vaker doen? Ja, nou... maar mensen, ik kan bijna weer een staartje.
Ja, maar ik zeg net tegen Nel, ik vind dit toch eigenlijk veel leuker dan de knot. Wij zagen een filmpje met knot en toen dacht ik, oh. Ja, daar moest ik enorm aan wennen. Ja, dat is waar. Nou ja, ik hou het nog even in het midden wat het wordt. Ja, we gaan het zien, hè. Ja. Ik ben bang. Voor de knot. Ja, wel de knot? Ja, dat denk ik. Ja, het is gewoon veel makkelijker, joh. Dat wel. Maar nou, dit staat leuker. Jij irriteert je ook aan de krultang. Nou, dat is zo'n groot meubel. Ja, misschien moet voor in de tap. Een klein steltangetje meenemen. Ja. Dat is een rijstvariant. Ja, nou ja, iets wat wel gewoon in het eitje past. Want dit is gewoon veel te groot. Zo'n krultang, mensen. Het is echt zo groot. Nou, ik kan er bijna niet in. Hé, hey, maar even een vraagje. Waarom was jij af bij de caravan en niet bij het sanitaire bouw? Nou, daar is vaak alles nat. En dan heb ik iets afgedroogd en dan denk ik, waar moet ik het neerzetten? Dus vind ik het fijner en dan zet ik het zo allemaal op het aanrecht. Dat vind ik fijner. Okay. Kijk, en ik heb hier een gootsteen, of hoe noem je dat? Afvoer. Een afvoer. Kijk, daar gaat ze. We hebben onze eigen afvoer. Ideaal. Nou, we hebben Coco even een koortje gedaan, want die was mega druk. En we gaan zo meteen even broodjes bakken, die had ik hier al klaargelegd. Zo, we gaan bruine pistoletjes eten. En deze zou Nelly in de Omnia afbakken. Dus ik denk dat we dat nu even gaan doen, toch? Gaan we een broodje maken, ja. Ja? En dan gaan we lekker even wandelen of fietsen en dan gaan we lekker naar Egmond... We gaan even iets leuks doen. We moeten nog even sneakers voor jou scoren. Ja. Misschien komen we die wel tegen in Egmond. Oh, dit heb ik beter buiten gekund. Ja, daarom. Het is hartstikke leuk hier. Echt. Je kan het niet vaak genoeg zeggen. Perfecte camping qua nou, perfecte strand, ligging. Centrum, alles. Ja, ja. Er zijn trouwens ook best wel veel mensen aan het opruimen hier op het veld. Op het benedenveld. Ja, alsnog staat hij redelijk vol, de camping. Vooral de camperplekken staan best wel bezet. Maar hier in dit straatje waar wij staan, want het is trouwens een terrassencamping. Dus wij staan iets hoger dan de rest. Hier is het nog best wel rustig. Daar zijn nog allerlei plekken vrij. En daar stond vanochtend een camper, maar die is ook weg. Dus ja, het is het is komen en gaan hier op het moment. Er kwamen net weer een heel aantal caravans binnen. Ik dacht ook wat een vroege tijd. Ja, want het is nu 12 uur of zo. Maar meestal is aankomst toch 2. Zoiets. Ja, zoiets. Ja. Oh, oké. Okay. Heb je al gedaan. Nou, ga jij even pistoletjes afwakken dan? Ga ik doen. Oké. Okay. Lekker bezig, meid. Jonge. Gooi eens even de koffie over de vloer. Ga ik heel klein beetje in. Dan moet je nou eens kijken hoe je nou echt een bende zo'n klein beetje kan maken. Dit was volgens mij gewoon nog een kopje koffie geweest dat er nu op de grond ligt. Giet dat ding dan leeg. Zit het overal zeker, of niet? Overal. Ja, het lijkt onschuldig hier op beeld, maar het is best even een bende nu. Voilà. Een broodje. Hij is goed gelukt. Hij is wel heel heet. Dus verbrand je vingers niet. Een broodje uit de Omnia. Ja. Een lekkere pistolet met kaas. Ik vind het wel belangrijk dat je dan even dat ik er dan even boter op doe. Want dat vind ik wel het allerlekkerst. Zo. En een lekker plakje kaas. Heerlijk. Nou, heerlijk. Eetsmakelijk. Ja, eet ze. Daar gaan we weer. We zitten weer op de fiets. Ja. We gaan richting Egmond. Egmond aan zee. Ja, ik hoop dat de zon zo nog even doorbrengt. Ja, het is wel een beetje bewolkt nu. Ja. Op buienradar stond er echt duidelijk een zonnetje, maar... Helaas, nog niet te zien. Maar dat komt misschien nog. Misschien tegen de avond. Dat zeg
Altijd. Ja, nou ja, die tijd hebben we misschien wel gehad. In de zomer is het vaak dat het in de avond dan nog wel even opklaart. Maar weet je, ik ben al lang blij dat het gewoon lekker droog is. Dat is het belangrijkste. Nou, het is een heel klein stukje fietsen richting Egmond. Nog geen 10 minuten, dus we zetten de fiets even. Oh ja, nou ja. Het is 2 minuten. 2-3 minuten fietsen richting Egmond. Dus deze kant even op. Ja, doe dat maar even. Dus we zetten straks de fiets even in het centrum neer. Oh, ja. En dan gaan we er even shoppen. Gewoon even wat winkeltjes in en gewoon even lekker struinen. Ik weet niet via welke weg we nu richting Egmond gaan, maar we gingen er eigenlijk... De hoofdweg en dan kom je bij de Graaf van Egmond, kom je dan uit, bij de boulevard. Oh, oké. Okay. Dus we gaan nu even via een andere weg naar het centrum. Hier zijn we nog niet geweest. Ja hoor, het strand is in zicht. We zijn er alweer. Nou, nog geen 5 minuten gefietst. Misschien moeten we de fiets hier maar even neerzetten, Nel. Op de boulevard. Dan lopen we verder, ja? En we zijn op het strand. Heerlijk. Nou, het is niet heel mooi weer, maar dat maakt niet uit. Er staat wel lekker veel wind. Voor de kitesurfers en dat soort dingen. Vliegeren. Toch is het heel rustig op het strand. We gaan vanmiddag even een koffietje of zo hier doen. Toch? Ja. Of een bitterballetje op het strand. Ja, of allebei. Of allebei. Kijk, kan dit ook. Dit is ook zo'n trap. Ja, daar zijn we nu net voorbij gelopen. Maar dit is ook zo'n trap waarop je kan zitten. Oh ja. Die zijn net even iets, ja, iets langer. Breder. Ja. Maar er zitten ook altijd best wel veel mensen op. Vooral met mooi weer natuurlijk. Ja. Uitzicht op het strand, op de zee. Lekker. Heerlijk. Jij bent toch team schoenen uit? Ja, nu niet. Oh. Kijk, daar rijdt ook een trekker. En die trekker die, is druk bezig met het strand winter klaar te maken. Dus dat betekent dat de strandhuisjes opgeruimd worden. Nou ja, dit soort spullen, dat wordt ook allemaal meegenomen. Dus ze zijn druk bezig hier. De winter komt eraan, Nel. Jammer. Ja. Kijk, mijn oog valt op 2 oude mensen. Die zijn lekker aan het chillen. Op een stretcher, ja. Lekker man. Nou, misschien kunnen we even gewoon een klein stukje over het strand lopen zo. Ja, en dan weer terug. Dat is misschien wel leuk. Ja. Nou, daar hebben we de vuurtoren. Die hebben we gisteren ook al gezien. Maar ik vind het, het blijft mooi dat de vuurtoren echt zo boven alles uit komt steken natuurlijk. Daar zit trouwens ook iets van een uitkijkpunt. Daar lopen we zo meteen ook even naartoe. Maar die appartementencomplexen die hier staan, joh. Als je daarin zit, dan heb je toch een gigantisch mooi uitzicht. Vooral als je bovenin zit natuurlijk. Dan kijk je zo over de Noordzee uit. Het is altijd weer zo'n definitief einde van de zomer. Als je die trekkers ziet. Jammer, hè? Ja. En we zijn super dicht bij de vuurtoren nu. We hebben het strand verlaten en we dachten, nou ja, omdat wij best wel een klein beetje een zwak hebben voor vuurtorens. We hebben natuurlijk op Urk ook een vuurtoren. Wilden we toch even iets dichterbij. En ik lees net op Google dat dit een van de oudste nog actieve vuurtorens is van Nederland. En de voet van de vuurtoren vormt een graftombe die herinnert aan luitenant ter zee Jan van Spijk. Maar ik zeg net ook tegen Nel, hè? Ik had helemaal niet verwacht dat die vuurtoren ook nog op een soort van plateau stond. Nee. Kijk, onze vuurtoren staat gewoon helemaal op de grond, wel op een bult. Maar ik had eigenlijk, dan zou het logischer zijn als je hem daar had neergezet. Ja, op die duin hier. Ja. Of in ieder geval op een hoger punt. Ja. Maar hij staat dus op een soort van graftombe. Nou ja, we zijn hier al best wel vaak geweest, maar dit wist ik dus niet. Nee, weet ik ook niet. We zijn eigenlijk nooit hier naartoe geklommen. Nee. Maar er staan ze hier dat ook niet zo goed. Nou, de hoogte van de vuurtoren is 28 meter.
En hij is geopend in 1833. En het karakter, misschien voor de mensen die echt van vuurtorens houden. Zoveel verstand heb ik er ook nog weer niet van. Maar dat is 5 seconden aan en 5 seconden uit. Oh, oké. Okay. Nou vraag ik me gelijk af wat het karakter is van de Urkenvuurtoren. Dat gaan we zo meteen even opzoeken. Weet ik niet. Ben ik wel benieuwd naar. Ja. Oké, nou. Dan gaan we richting de winkels. Ja. We gaan hier weer naar beneden toe. Want we zijn een beetje omhoog geklommen. Zoals jullie misschien wel kunnen zien. Dichter bij de vuurtoren kun je ook niet komen. Ja, of je moet echt via de straat. Dan zit er een soort van hek. Je kan nog wel iets hoger komen daar. Ja, maar ik bedoel echt dicht bij de vuurtoren. Maar dan zou je via de straat moeten. En dan, dan sta je alsnog voor een hek. Zag ik net. Ik kan het wel even laten zien aan jullie. Kijk, je kan dus niet echt gewoon heel dicht bij de vuurtoren komen. Maar dit is dus een beetje, ja, hoe het eruit ziet in Egmond. Nou, ik vind het altijd heel fijn om hier weer te zijn. En we zien dus nog steeds nieuwe dingen, ondanks dat we hier best wel vaak komen. Koffietje. Ik heb met een hartje en jij hebt met een heel mooi blaadje. Ja. Maar de ober die vroeg wie het liefste was. En toen zeg ik, nou Nel natuurlijk. Nou, toen kreeg jij het koffietje met een hartje. Ik vind jou liever, maar toen maar. Nou, niet hoor. Wat doet zij? Dit meen je niet. Kijk, er staat een meneer aan het vliegeren. En het is best wel moeilijk. Oh my. Het is best wel moeilijk om een vlieger in de lucht te krijgen als je alleen bent. Nou, lukt niet. Lukt Nelly ook niet. Laat maar zitten, zegt die man. Die man denkt, dit gaat helemaal fout. Dit gaat helemaal fout. Nou, volgens mij kan dit nog wel even duren. Nelly die staat nu met die man te praten over die vlieger waarschijnlijk. Het lukt niet. Vliegen gaat de lucht niet in. Ja, het is gelukt. Hij was een beetje agressief. Ja? Echt? Ja, hij was niet helemaal chill. Oh. Nee. Maar het lukte jou ook niet. Wat? Nou, jij ging die vlieger in de lucht gooien, maar het lukte jou ook niet. In de eerste instantie. Nee. Toen werd hij boos. Nou. Hij kon ook niet praten. Oh. Dus er waren meerdere factoren, waardoor het niet lekker is. Probeer jij ook even iets goeds te doen voor de medemens. Loopt het alsnog verkeerd af. Ja, ik zag het al misgaan. Ik denk, nee. Straks die hele vlieger in de knoop. Nou, dan heb je die meneer helemaal over zijn toeren. Ja. Nou ja, nou, okay. Volgende keer niet meer mee bemoeien, denk ik. Nou. Het lukt nog steeds niet. Oké. Okay. Nou, we gaan terug. Ja, we gaan terug naar de fiets. Nou, wat doet ze? Foei, foei. Wat doe je? Ja, maar hoe wil je dat recht ophouden dan? Ja, maar Aal, misschien wordt dit nog opgebouwd. Ik weet het niet. Nou, we waren op weg naar Bergen toe en toen kwamen we langs een expositie. En dat zagen we vanaf een fietspad. En dat zijn dus foto's, schilderijen. En die staan gewoon midden in de bos. En dan kun je dus gewoon, ja, kijken. Maar er staat niet bij van wie die foto's zijn of... Er staat helemaal niks. Er staat geen informatie verder, maar er zijn echt... Prachtige foto's. Maar het zijn wel hele trieste foto's. Dat wel. En het zijn eigenlijk voornamelijk portretten. Kijk, zoals deze. Ik vind deze echt... Ja, deze vind ik echt prachtig. Maar aan beide kanten staan dus foto's, portretten. En het heeft ook wel iets mysterieus of zo. Ik denk als je hier 's avonds loopt... Helemaal alleen. En je ziet deze portretten. Maar het is hier ook een beetje neergekwakt.
Ja, weet je, sommige portretten die liggen ook op de grond. Ja. Zoals daar. Ik heb daarnet eentje rechtop gezet. Dat is die. Maar ik kan natuurlijk niet alle schilderijen rechtop gaan zetten. Want de materialen zijn er ook niet. Waar je ze dan even mee rechtop kunt zetten. Die bijvoorbeeld wel. De lagen van die stokken, balken. Die heb ik er tegen aangezet. Maar ik vind, ja, het is wel een beetje zonde van het werk. Of het wordt nog opgebouwd, dat kan ook. Ja, daar lijkt het een beetje op, omdat ik het gisteren niet heb gezien. Nee, dit is mij gisteren ook niet opgevallen. Kijk mensen, we staan nu aan het begin van de expositie. We hebben net zelfs de maker gesproken van deze foto's. Olaf Veldman. Hij is hier nu ook aanwezig, dus we hebben even een praatje gemaakt. Ik vroeg gewoon toevallig van, weten jullie van wie deze foto's zijn? En toen zei die meneer van mij. Heel apart. Nou, we hebben wel een leuk praatje gehad. De expositie wordt nog opgebouwd. Vandaar ook dat er schilderijen, foto's op de grond liggen. En volgende week wordt die geopend. Dus als jullie er zijn, het is echt wel even de moeite waard om hier een kijkje te nemen. Daar staan ze op Insta. Olaf Veldman. Veldman met een T. Ja, ja. Heel echt bijzonder. Heel mooi. Ja. Heel apart. Ja. Ik vind deze de mooiste. Ja, dit is heb de mooiste. Ja? Ja. Ja. Ja, en deze staat ook helemaal aan het begin. Nou, deze vind ik ook de mooiste. Maar hij is dus gewoon de hele wereld rond geweest, vertelde hij. En ja, vanuit daar heeft hij dus die foto's geschoten. Heel apart. Nou, zullen we nu echt verder? We gaan nu echt verder. Ja, ja. Ik heb zin in een bitterbal. Jij dan? Ja. Ja. Rijen. Zitten we weer, wijntje erbij en een bitter garnituur. We hebben een mix gedaan, dus we hebben van alles wat. Lekker hoor. Heerlijk. Ja. Wij zijn bij Fapels in Bergen. En we hebben allebei een broodje hamburger, een Mac Fapels. Met een frietje erbij. En een pornstar. Lekker. Heerlijk. Oh, wat hebben we het lekker, hè? Maar ik geniet zo. Ja. Echt, gewoon ons lekker uit eten en gewoon lekker makkelijk. En gewoon lekker in ons geliefde Bergen. Nou, altijd echt leuk hier. Ja. Nou, eet smakelijk. Ja, eet ze. Wij hebben ook een lekker toetje besteld. Dit zijn de Zwitserse schuimbrokken. Nou, en we gaan hem lekker delen. Ja. Hè? Lekker. Dat doen we eigenlijk altijd. Toetje delen we eigenlijk altijd. Gewoon omdat wij vaak gewoon al vol zitten van het diner. Maar dan toch nog zin hebben in een toetje. Maar niet een toetje voor ons alleen. Dat is dan net even te veel. Als ik deze nu alleen had op moeten eten, dan had ik het even uitgezocht. Ja, ja. Maar hij is lekker hoor. Ziet er ook lekker uit. Heerlijk. Bon appétit. Eet smakelijk. Hij heeft je gemist. Ja, we zijn weer terug. Hij is zo blij. Ja. Die vogel is niet in orde. Nou, we gaan lekker naar bed toe. Ik zit zo vol. Het is gewoon niet normaal. Maar ik heb wel heerlijk gegeten. Ja, ik kan wel over je heen kotsen. Was echt lekker. Was ook lekker. Ja. Maar wel een beetje veel. Het was veel. Had het een broodje moeten nemen. Nee. Vooraf. Nou, en wat dacht je van de bittergarnituur? Ja, maar had ik liever de broodje niet gehad. Ja, oké. Okay. Nou ja. Was lekker. Voor we hebben toe alles opgegeten ook. Ja, ja. Was echt super lekker. Maar ja, het lijkt alsof er een bom in mijn buik zit. Ja, bij mij ook. Terwijl we ook nog wel even lekker gefietst hebben, een half uurtje daarna. Ja. Moest natuurlijk nog vanuit Bergen naar Egmond fietsen. Nou, dat is best wel een, Nou ja, best wel een stukje. Een 7 kilometer. Ja. Hoeveel? 7? Zoiets? Nou ja, dan ga je wel dit, hè. Je gaat wel duin op, duin af. Ja, dat is waar. Dus het is wel even klimmen en dan weer afdalen. Maar, dat klopt. Dus we hebben nog wel even lekker bewogen. Weet je wat ook best wel gek is? We hebben helemaal de auto niet gebruikt. Nee, maar dat zit er top. Dat zit er nog in van de daktent, denk ik.
Nou, deze locatie is gewoon perfect. Dat is ook zo. Echt perfect. Ja. Je hoeft gewoon ook de auto niet te gebruiken als je hier staat. Nee, want je bent zo bij het strand, je bent zo in de duinen. Vanaf de camping loop je die duinen zo in. Je kan alles met de fiets doen. Dat is echt... Wij gaan hier, hier vaker naartoe. Ja, dat denk ik ook. Ja. Deze kan sowieso echt wel op de jaarlijkse... Niet qua faciliteiten, zoals het sanitair is moi. Nou ja. Maar dat neem ik voor lief. Ja, ik ook. Ik kan het sanitair niet. Het is prima, maar niet luxe of zo. Nee. Niet luxe. Het is heel basic. Ja, maar wel prima. En ook wel oud. Ja. Maar je kan er douchen. Qua locatie is het echt een 10 met een griffel. Voor ons. Wij vinden bergen namelijk heel leuk. Ja, we zijn echt verzot op bergen, maar daar waren jullie al lang achter. Ja. Ja. Nou, oké. Okay. We gaan slapen. We gaan naar bed, ja. Morgen sluiten we de vlog af. Oh, jammer. Ja. Kijk eens. Morgen gaan we nog even opruimen met jullie. Oh, wat? Het spookt hier. En dan gaan we de vlog ook afsluiten. Gaan ze allemaal mee helpen opruimen? Ja, tuurlijk. Zijn we zo klaar. Oh, ideaal. Even iedereen een dingetje doen. De een doet de pootjes, de ander doet even watertank legen. De ander doet de afwas. Nou, zijn we zo klaar. De elektriciteitskabel opruimen. Ja. Makkie. Ja, ik delegeer wel. Nee, ik. Ah, nou, prima. Nou, tot zo. Doei. Goedemorgen. Nou, wij zijn wakker. 7:30 ging de wekker. 8:00 waren we te bezuid. Kan ook nooit gelijk. Nooit. Thuis ook niet. En ik heb een pannenkoekje gebakken. Dat noemt ze snoezen. Oh, Ali noemt het snoezen. Nou, iedereen noemt het snoezen. Ali eet dit. Een knijptube. En ik heb mijn oude vertrouwde pannenkoekje. Een eitje. Nou... Coco is ook wakker, maar die moet er eventjes in. Of, nou, laat hem er maar uit. Laat hem er even uit. Toch? Ja. Kom maar. De deur is dicht. Ja. Goedemorgen. Nou, laat hem even kussen. Nou. Laatste ochtendje nul. Ja. Jammer, hè? Ik vind het echt jammer. Ik had nog wel een dagje naar bergen gekund. Als het dan waar ligt, gaan we gewoon altijd naartoe. Echt, hè? Ja, maar mensen niet vanwege het sanitair. Dat we niet afgerekend worden op... Nee, dat niet. Maar dat hebben we gisteren ook al gezegd. Ja. Dus, maar qua plek zou ik er gewoon altijd naartoe kunnen. Ik ook. Ik zou hier zelfs een seizoensplek kunnen hebben. Ja, ik ook. Joejoe. Stil de show maar even. Nee, geen zin in. Nou, eet smakelijk. Dit ziet er ook gek uit. Banaan. Proef naar milkshake. Mm-hmm. Nou. Dan even rustig ontbijten en daarna knallen. Vlam in de pijp. Ja, richting huis. Ja, wij zijn gezellig even een koffietje aan het doen. En Nelly die zegt tegen mij, hey, wij zijn gisteren natuurlijk bij die vuurtoren geweest in Egmond. Maar jij zou nog even iets opzoeken en dat ging om het karakter van de Urker vuurtoren. Ik was best wel benieuwd naar ons karakter van de Urker vuurtoren. En dat is dus... 'S nachts is elke 5 seconden een schittering van 0,2 seconden zichtbaar. Dat is dus het karakter van de Urker vuurtoren. En nu zit ik me dus een klein beetje aan het verdiepen in de Urker vuurtoren. En nu kom ik er ook achter dat onze vuurtoren... die heeft als enige langs het IJssel en Markermeer... een draailicht dat dan ook nog linksom draait. Dus tegen de wijzer van de klok in. Nou, ik vind het wel grappig. Ik kom achter dingen waar ik niet van wist. Ik woon al zo lang op Urk, maar... Soms dan ben je gewoon even een beetje op Google aan het kijken en dan zoek je iets op. En dan denk je, oh, ben ik ook onnieuwsgierig. Dan wil je nog meer weten, zeg maar. Dus dan blijf je aan het zoeken en aan het googlen. En nou ja, nu kwam ik dus hierachter. Wel grappig. En ik zei net ook nog tegen Nel. Ik denk dat ik nu wel officieel. Dat ik er nu wel officieel achter ben dat de Urker vuurtoren gewoon op het allermooiste plekje staat. Vind ik, hè.
gewoon op puntje van Urk. Verder kan de vuurtoren gewoon niet staan. Hij staat gewoon echt op het puntje van Urk. En hij staat op een bult. Je kan er omheen fietsen, omheen lopen. Je kan heel dichtbij komen. Het is gewoon... Nou, ik krijg heimwee naar Urk. We gaan naar huis. Ja, ik moet naar Urk toe. Nee, maar even serieus. Nelly was het daar niet helemaal mee eens. Nou, ik zeg, ik vind rode vuurtorens vind ik ook altijd wel leuk. Ja, ja, dat kijk, vind ik ook. Kijk, die van ons is wit. Ja. Maar ik vind hem wel heel mooi. En nu helemaal. Qua ligging. Ook. Ja. Maar ik vind hem ook wel mooi. Ja, kijk, we hebben natuurlijk al best wel veel vuurtorens gezien in onze vlogs. Nu deze vuurtoren van Egmond, die staat dan ook niet helemaal op het, ja, niet op het puntje van Egmond. Hij staat niet van dicht bij de zee. Hij staat, ja, niet super dicht. Ik had hem op die bult gezet waar die verrekijker stond. Dat had een veel mooier plekje geweest. Ja, ja. Ja, welke vuurtorens hebben we nog meer gezien? Die van Burg Haamstede, daar moest je echt om zoeken. Ja. Die stond midden in de duinen. Ja. Noordwijk hebben we ook een vuurtoren gezien, volgens mij. Ja. Ja. Nou ja, toe maar. Ik denk dat de boodschap wel duidelijk is. Urk is de mooist. Urk. Die heeft gewoon de mooiste vuurtoren en het mooiste plekje. Het is heel gevaarlijk, hè, wat je nu aan het doen bent. Hoezo? Nou, niks. Wat dan? We horen het wel in de reacties. Wat is hier gevaarlijk aan dan? Nou ja, nou, de koffie is bijna op. Het was super heet, dus ik heb er mega lang over gedaan. Het is inmiddels ook 9:45. Geen aanrader als je haast hebt. Om dit kopje te gebruiken. Nee, dus als deze kopjes er zijn met ons logo erop. Je kan niet even snel een koffietje doen. Je moet, je kan beter 's morgens aan een plastic beker doen als je haast hebt en weg moet van de camping. En, dus, ja. Het is een nadeel. Ja, het is niet even snel koffietje achterover gieten en gaan. Nee, dat is het niet. Nee. Dus je moet wel even tijd hebben. Ja. Maar ja, dat moet sowieso altijd voor een koffietje, vind ik. Toch? Mm-hmm. Hey, maar het is 9:45. We moeten hier om 11:00 weg zijn. Nee. Als je er in een bungalow verblijft, moet je om 10:00 weg zijn. Vreselijk. Maar ja, dat is wel standaard gewoon voor de bungalows. Dat vind ik echt rot heiden. Ja, dat is veel te vroeg. Maar we hebben nog een uurtje en een kwartier, dus dat moet prima lukken. We nemen de caravan mee naar huis, dus we kunnen thuis even lekker verder opruimen en schoonmaken. Nou, dan zit het er bijna op. Helaas. Huh? Mensen. Ja. De volgende vlog zal volgens mij, als alles volgens planning verloopt, vanaf de beurs zijn. Kampeerbeurs. Ja. Ja. Dan zijn we op de kampeerbus. We zijn er gezellig bij. En we nemen jullie mee natuurlijk. Voor de mensen die niet naar de kampeerbus gaan, ja, kunnen wij misschien jullie wel dingen laten zien. Ja. Ik heb er wel zin in eigenlijk. Ja. Ja. Ik ook. Jou laten we thuis. Met de kampeerbus? Ja. Nou, de volgende keer blijf jij ook even thuis hoor. Ja. Toch? Naar de oppas. Ja, ik vind het wel gezellig. Hij is ook wel gezellig, maar... Het is wel druk. Het is druk en niet handig met in- en uitlopen. En wat doe je op de camping? In- en uitlopen. Ja. Nou ja, hij had geen vleugels moeten hebben. Ja, vol zonder vleugels. Nee, dat doen we niet. En geen poten. En geen snaal. En geen poepgat. Nou, dan ben je de perfecte vogel, Coco. Ja. Nou, zullen wij beginnen? Ja. Oké. Okay. Ready. We gaan. Nou, ik doe even de lichtencheck, ja? Ja. Ga jij maar in de auto. Links knipper. Rechts knipper. Ja, nou, de rest geloof ik wel. Ik heb alles gezien. Nou, daar gaan we. Dit was onze avontuur in Egmond. Ik zou zeggen Bergen.
Het is wel een heel benauwd laantje. Misschien als de boompjes iets gesnoeid worden, dat het niet zo benauwd oogt. Maar ik denk als je een bredere caravan hebt, nou dan is het, ja, dan is het een pittige afdaling. Nou, wat gezellig. Een tapje. Ja. We krijgen ook een seintje. Een sein, hè? Net zoals vrachtwagens. Motorrijders. Dus het is bij een soort club. Ja, de tapclub. De tapclub. Leuk. Dat komen we niet vaak tegen, hè? Nou. Als we zelf ook met de caravan. Nee, dat is waar. Ja. We zijn er in de vakantie 9 tegengekomen, hè? Ja, ja. Nou, misschien gaat deze tap wel naar Kustpark Egmond aan Zee. Ja, dat hoop ik. Dat zou wel leuk daar. We krijgen de buurtjes weer een tap. Ja. En we zijn weer op de bult. We zijn weer op de bult. Het is druk hier. Ja, maar het is etenstijd. Ja. Nou, hartstikke lekker om hier ook weer te zijn. Even wachten, want er komen fietsen aan. Ja, dit is zo'n gevaarlijke rotonde. Ja, dat is het ook. Oké, we gaan de vlog afsluiten. Ja, dat gaan we doen. Nou. Ja. We gaan hem gelijk maar afsluiten. Ja, het was fantastisch. Echt fantastisch. Wij gaan sowieso naar deze camping terug. Dat zeggen we. Ja. Eigenlijk gaan we nooit twee kennen dezelfde. Eén uitzondering. Ja, Groenendaal. Groenendaal. Ja, dit is een blijvertje. Ja. Misschien wel voor twee keer in het jaar. Ja. Twee keer per jaar. We weten trouwens niet of hij in de winter open is. Nee, maar dat gaan we even onderzoeken. Dat gaan we inderdaad onderzoeken. Anders gaan we er ook nog een keer in de winter naartoe. Dat is ook leuk. Toch? Ja. Ik vond het leuk. Ik ook. Nou, we willen jullie bedanken voor het kijken. En doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En we zien jullie bij de volgende vlog op de kampeerbeurs. Nou, we gaan ook over drempels, zoals jullie wel zien aan het bewegend beeld. Ja, nou, groetjes van Coco. Ja, doei! Doei.